Van harte welkom, dit is weer een nieuwe aflevering van Tiel aan tafel met ook weer vandaag de vaste onderwerpen. Natuurlijk het bloemetje van de week, de straatpraat en we beginnen Sarien met... We hebben twee gasten hier al aan tafel zitten, Piet de Bruin en Jan Sunderman van de Rotary. Heren, van harte welkom. We gaan het nog even in het kort hebben over die bloesemrally die zojuist gereden is. En daarna gaan we het hebben over dat Toon Hermanshuis. Mooi. Maar eerst die bloesemrally, hoe is het gegaan? Jan? Het was een fantastische dag, het weer was goed. De bloesem was eigenlijk net uit, dus wat dat betreft was het een mooi moment. Het is al jarenlang een begrip, hè? Het is de 10e keer dat we dat doen, elke keer voor het goede doel. En nu gaat het met name naar het Toon Hermanshuis. De rally suggereert vaak dat het een beetje een race is, maar het is eigenlijk een hele mooie toertocht door de Betuwe heen in het land van Maas en Waal. Zo'n 140 kilometer is dat ongeveer, met een mooie lunch en een dinertje. En het is niet alleen maar bedoeld voor prachtige oude klassiekers, het kan ook youngtimer zijn, maar ook gewoon een hele oude bak zijn. Het was een mooie dag, hè? Ja, het was prachtig. En als de mensen nog de foto's willen terugzien van die rally, kunnen ze terecht op de website www.bloesemrally.nl. Kijk eens aan, www.bloesemrally.nl. Ja. Geen BE, hè, want dan krijgen we natuurlijk... Dan komt het niet goed. Nee. Er is geld opgehaald. Mm-hmm. En dat is gegaan naar het Toon Hermanshuis. Ja. En daar weet jij alles van. Daar weet ik alles van, nou, tot op zekere hoogte. Ik weet dat het sinds de opening als een trein loopt. Het is een soort voorjaarsbloem die ontzettend snel aan het groeien is. Nou, dat moet jou een warm gevoel geven. Dat geeft mij een ontzettend warm gevoel. En dat is eigenlijk ook de hele verwachting die ik ervan had. Ik wilde eigenlijk boven alle Toon Hermanshuizen uitsteken. Vertel nog even in het kort, wat is het Toon Hermanshuis? Het Toon Hermanshuis is een inloophuis voor mensen die kanker hebben gehad of op een of andere manier met kanker te maken hebben. En omhoog zitten met hun geestelijke noden. Dat kan zijn emoties, dat kan zijn depressie, dat kan zijn niet begrepen worden door de omgeving. En dat zijn problemen waar de mensen vaak niet alleen uitkomen, waar ze in verstrikt raken en soms in verstikt raken. En dan is zo'n Toon Hermanshuis daar een ontzettende mooie oplossing voor. Ja, en je bent er zelf op het idee gekomen omdat je zelf in die situatie hebt gezeten, kanker gehad. En... Ik heb een darmtumor gehad en ik ben daardoor depressief geworden. Was er toen maar zo'n Toon Hermanshuis, is een uitspraak van u? Ja, dat heb ik echt gemist, achteraf gezien dan. Ja, en nu is je er en het loopt dus heel erg goed. Het loopt heel goed. En weten inderdaad nu echt alle mensen die weg te vinden? Want volgens mij moet het veel bekender nog worden. Nou, we proberen op alle mogelijke methoden naamsbekendheid te genereren. En dat is een probeersel. En hoe dat uit zal pakken, weet ik niet. Dat, ja, je ziet de revenue, zie je gewoon aan het aantal patiënten of klanten of gasten. Die komen. Dat gaat dus de goede kant op. Er zijn verschillende activiteiten die op stapel staan? Er zijn activiteiten, de gasten die komen voor een intakegesprek, hebben een gezellige ochtend in een soort koffiekamer en kunnen daarna kiezen uit activiteiten. En dat kan zijn zingen, dat kan zijn schilderen, dat zijn boetseren, dat kan zijn yogatherapie, dat kan zijn mindfulness. Dus ze kunnen alle kanten op om als het ware een beetje af te kicken van hun emotionele gevoelens. Mooi. Ja. En zijn er nog themaavonden die georganiseerd worden? De eerste themaavond die we gaan organiseren, dat is op 6 mei. Die wordt georganiseerd door de Prostaatkankerstichting. In samenwerking met de oncologische verpleegkundige van het ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Mm-hmm. En daar worden dus alle mannen en hun echtgenotes gevraagd om op deze themaavond te komen. Om meer informatie te krijgen over het prostaatkankerverhaal en over de mogelijkheden die er bestaan en over alle complicaties die er zijn of alle klachten die ze hebben nog na operatie. Dus het is een hele brede themaavond. Goed Jan, ja. Tot slot. De Rotary Tiel-Waalstreek is het, hè? Nee, het is Tiel. Tiel. Je hebt er twee. Tiel-Waalstreek en Tiel. Goed, ja. De Rotary steunt dit initiatief van harte. Ja. Met name met centjes. Ja. Hoe loopt dat? Dat loopt. Het kan altijd beter. Precies. Dat mag duidelijk zijn, maar het loopt. Daarnaast niet alleen maar met centjes, maar we ondersteunen het ook met man- en vrouwkracht. Hè? Want de directeur is ook iemand, lid van de Rotary, die om niet dat doet. En we gaan er volop in voor dit project. Nou, hartstikke goed. En we blijven natuurlijk het een en ander volgen. Ja, dankjewel. Ja. Mag ik jullie danken voor de komst? Nou, geen dank. Geen dank.
Tiel aan tafel, nu tijd voor de straatpraat. Mevrouw, een vraagje. Tiel, 20 jaar geleden of Tiel nu? 20 jaar geleden. Oh, en waarom? Ja, nou is een beetje saai. En 20 jaar geleden toen ik hier net kwam in het Nederlands, zeg maar. Zeer gezellig. Zit een beentje en die gitaar spelen en allemaal. Maar nu zit niks meer. De winkels zijn leeg. Dus vind ik een beetje saai. Tiel, 20 jaar geleden of nu? Of ben jij überhaupt al 20? Ja, ik ben 21 jaar, dus 20 jaar geleden was ik 1 jaar. Dus kan ik me niet echt heel veel van herinneren. De verhalen van jouw ouders misschien? Niet echt. Ja, geen idee? Nee, ik vind Tiel nu wel leuk. Dus 20 jaar geleden zal het misschien, ja, volgens hun was het leuker. Maar ik heb het zelf niet meegekregen. Tiel, 20 jaar geleden of Tiel nu? Ben ik niet. Weet u niet? Nog niet zo lang. U kent het helemaal niet van 20 jaar geleden? Nee, nee. Nee? Nee, dan wordt het ook lastig om die vraag te beantwoorden. Ja. Oké, dank u wel. Graag gedaan. Hallo, een vraagje. Tiel, 20 jaar geleden of Tiel nu? Tiel nu. Nee, doe maar 20 jaar geleden. Ja, wat was er 20 jaar geleden? 20 jaar geleden was gezelliger, leuker, veel relaxer, mensen blijer. Nou is alle winkels al tot los hier. Ja, veel winkels zijn weg. En het was gezelliger, sowieso veel gezelliger. Ja, en nu valt er te weinig te beleven? En nu is het een beetje, zelf gezegd, eerlijk gezegd, uitgestorven hier. Kijk maar zelf, veel winkels, steeds leger wordt hier. Dus het gaat naar een vek wat totaal los gaat. Tiel 20 jaar geleden of Tiel nu? 20 jaar geleden. Waarom? Veel gezelliger. Ja? Ja. En hoe komt dat dan? Andere mentaliteit van de mensen. Veel makkelijker. Ja, ik hoor ook al van die woorden van wat was wat minder complex en makkelijker. Minder regeltjes. Ja, makkelijker, dan zeg je het helemaal goed. Ja, dus 20 jaar geleden. Ja, absoluut. Dankjewel, alsjeblieft. Tiel 20 jaar geleden of Tiel nu? Ja, dat is een hele lastige vraag. Ik vond Tiel 20 jaar geleden ook wel heel erg mooi. En ja, ik vind het jammer dat er nu toch veel zaken dichtgaan en veel dingen leegstaan en zo. Dus de leegstand vind ik wat minder. En ik denk dat Tiel wel een beetje opgefleurd zou kunnen worden, een beetje opgepimpt. Ja, en heeft u daar zelf ook een bepaald idee bij hoe dat zou moeten? Nou ja, in ieder geval gezellige terrasjes en bloembakken misschien. En ja, gewoon een beetje mooie reclame vooral. Dat lijkt me dus wel handig om de mensen ook de stad in te lokken. En een van de nadelen vind ik ook de parkeergelegenheid hier. Ja, maar er wordt hard aan gewerkt, hè? Oh, daar wordt hard aan gewerkt. Ja. Nou, ik vind het ideaal als je kunt parkeren en dat je gewoon achteraf kunt betalen. Want als je in de stad bent en je bent in de winkel en het is een beetje druk en ik moet terug naar de auto, nou, dan ga ik meestal niet meer de stad in. Nee, begrijp ik. Maar goed, wel goede tips. Dank u wel. Nou, graag gedaan. Dag hoor. Dag. Tiel 20 jaar geleden of Tiel nu? 20 jaar geleden. En waarom? Gezelliger. Het horeca was veel leuker en het uitgaan ook. Maar nu is het echt, het is stil zoals je ziet met het weer. Je zit op het terras en bijna alle terrassen zijn leeg. Ja, gek hè? Ja. En jij? Ja, ik ben nog heel jong. Ik ga liever naar Arnhem of zo of naar Utrecht. Want jij, jongeren krijgen nu een OV. Dus jij kan gratis reizen. Daar maken jongeren natuurlijk meer gebruik van om uit te kunnen gaan. Klopt. Dus niks Tiel nu hier? Nee. Gewoon even kijken als je echt iets nodig hebt. Maar ja, welke goede schoenenwinkel heb je hier te vinden? Alleen de actiesport en van de bergsport. Nou, voor de rest, nee. Maar kun jij de sfeer beschrijven van 20 jaar geleden? 20 jaar geleden was het toch... Die had echt een gezellige sfeer. Het was een biertje drinken. Nou is tegenwoordig allemaal cocktails, speciale drankjes en alles. Het was, zoals je ook ziet met een kermis of zo. Iedereen liep in de stad met mooi weer. Iedereen zat in de stad. Maar nu is het... het is zo rustig. Iedereen zit op kantoor volgens mij. Klopt. Ja. Okay. Dankjewel. Alsjeblieft. Tiel 20 jaar geleden of Tiel nu? Maakt voor mij niks uit. Nee. Hoe was het 20 jaar geleden? Ik denk dat alles makkelijker was. Ja? Dan nu. Nu heb je allemaal het internet en alles. Toen was het gewoon makkelijker. Wat en simpeler gezelliger. Allemaal. Gezelliger. Minder ruzie en dat soort dingen. Ja, want de geluiden zijn nogal, het bruiste toe meer. Ja, dat kan ik niet zeggen. Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Maar het was in ieder geval minder complex? Dat wel. Ja, absoluut.
En het was allemaal gemoedelijker, de mensen waren aardiger. Tegenwoordig niet meer. Jammer, hè? Ja, helaas. Ja. Het is zo. Tiel 20 jaar geleden of Tiel nu? Ik denk toch 20 jaar geleden. Ja, absoluut. Waarom? Ja, ik vond het... Kijk naar de winkels. Dan denk ik, ja, dat vind ik toch wel heel zonde. Jij niet? Ja. Vind ik echt, de gezelligheid is een beetje weg. En ook voor de jeugd is er weinig. Vind je dat niet? Ja, alleen de drie zussen. Ik maak even reclame. Maar dat is leuk voor de jonge meiden, ook voor onze dochters. Ja. Is superleuk. Maar voor de rest vind ik het een beetje triest. Ik vond het vroeger leuker. Wat meer sfeer, meer gezelligheid. En als je dat nou zou kunnen keren, wat zou je dan doen? Hoe zou je het aanpakken? Hoe zou ik het aanpakken? Ja, ik zou eerst die winkels allemaal een beetje gaan vullen. Vind je niet? Ja, absoluut. Ja, er wordt al heel hard over nagedacht. Ja. Hè? Ja, dat hoop ik. Ik hoop dat de gemeente Tiel daar iets mee gaat doen. Hoop ik zeker. Nou, mag ik jou bedanken? Ja, graag gedaan. Oké. Mag ik jullie een vraag stellen? Ja. Ja. Tiel 20 jaar geleden of Tiel nu? Zij weet het niet, want... U komt hier niet vandaan. Ik ben gast. Aha, nou dan kan ik de vraag aan u stellen dus. Ja, dat kan. Ja. 20 jaar geleden of nu? 20 jaar geleden waren er meer de winkels open. En nu is het een beetje afzien, maar goed. Ja, maar dat is de sfeer, de mensen... Gezellig, de mensen zijn gezellig. Ja hoor. Ga goed. Hartstikke goed. Het is een leuke stad. Ja, ik vind het een leuke stad. Ik kom hier graag. Nou, dat vind ik heel fijn om te horen. Ja, ik kom hier heel graag. Hallo, een vraagje. Tiel 20 jaar geleden of Tiel nu? Tiel nu. En waarom? Omdat heel veel is uitgebreid nu. Je hebt meer winkels, meer dingen om te doen, leuke terrasjes. En vroeger was het zo dood in Tiel. Tiel was niet veel, hè? Dus zo. Wat leuk om dat te horen, want een hele hoop mensen hebben zoiets van, ja, maar vroeger was het wat makkelijker. En... Ja, alles was vroeger makkelijker, maar het ligt er maar een beetje aan hoe je nou een beetje leeft. Dus als je een beetje aanpast, dan is Tiel heel leuk. In Tiel aan tafel nu tijd voor de volgende gasten. Dat zijn Lucien Tros en Jaap Baas. Jullie zijn van de Vrienden van het Vrijthof. De Stichting Vrienden van het Vrijthof. Klopt. En jullie hebben dat allebei nieuw leven ingeblazen. Vertel. Wie en wat doen de Vrienden van Vrijthof, Tiel? De Stichting Vrienden van Vrijthof heeft eigenlijk één doel. En dat is om geld in te zamelen. Voor de bewoners van Vrijthof. Voor activiteiten voor bewoners van Vrijthof. Waarvoor vanuit het reguliere verpleeghuisbudget geen ruimte bestaat. Dus als wij het niet doen, dan gebeurt het niet. En over welke dingen hebben we het dan? Ja, we zijn jaren geleden begonnen met het sparen voor geld van een bus. Dat is een bus om voor rolstoelbewoners met rolstoel te kunnen vervoeren naar een vakantieplek, naar een stad, waar dan ook. We hebben zangkoren ingehuurd, we hebben... gezorgd dat mensen met de boottocht mee konden. Net mooie extraatjes. Gewoon al die extra dingetjes. Een televisie op een afdeling waar dat nodig was. Maar goed, zoals gezegd, nieuw leven. Ja. Jij bent nog niet zo heel erg lang voorzitter, Lucien. Dat klopt. Dus nieuw, met een nieuw elan aan de slag. Wat staat er op stapel? Nou, wat staat er op stapel? We gaan natuurlijk driftig aan de gang om die gelden binnen te krijgen. We hebben daarvoor een nieuwe actie gelanceerd. En die actie heet Doneer een Peer. Kijk. Doneer een Peer. Doneer een Peer. We hebben in de entree van Vrijthof een hele grote boom staan. En voor elke donateur die zich aanmeldt, hangen wij een peer in de boom. En zodat je kan zien wat de vorderingen zijn. Want eigenlijk, tot nu toe, hebben we eigenlijk geen echte donateurs. Wel mensen die af en toe wat geven, of bedrijven die af en toe wat geven. Maar geen constante, structurele geldstroom. En dat is belangrijk, om die geldstroom te krijgen. Tuurlijk. En concreet zijn jullie bezig om die tuin op te gaan knappen? Dat is één van onze activiteiten, waar we nu voor gaan. Ja. Vrijthof heeft een tweetal binnentuinen. Voor de afdelingen waar de mensen met dementie verblijven. Mm-hmm. En deze mensen komen eigenlijk niet of nauwelijks buiten. Nee, die zitten echt helemaal binnen in het pand. Ja, ze mogen ook niet naar buiten, anders lopen ze weg natuurlijk.
Dus die binnentuin is heel belangrijk. Die is superbelangrijk, ja, absoluut. Ja. Die ziet er nu nog niet echt mooi uit, hè? Die binnentuin ziet er niet fraai uit. Als je daar komt, het is eigenlijk een beetje een troosteloos geheel, om het zo maar te zeggen. Het grastapijt, het kunstgras, is versleten tot op de draad. Ja. Ik zeg wel eens, er staan bankjes. Ja, je kunt er wel in gaan zitten, maar je komt er nooit meer uit. Er is weinig belevenis, er is weinig inspiratie, weinig impuls. Oftewel, heel concreet, twee tuinen aanpakken. Wat was het ook? Want je hebt het bedrag genoemd. Ja, we hebben twee tuinen aanpakken. En voor die twee tuinen, geloof ik, hè? Nou, het is ietsjes duurder. Voor die twee tuinen, en zijn ieder zo'n 600 vierkante meter, moeten volledig opnieuw worden ingericht. Ja, dan ben je toch twee keer 25.000 euro kwijt. Maar het is ook heel mooi om eraan te werken, heel concreet. Ja, absoluut. Doneer een peer. Doneer een peer. Hoe gaat het? En die hoe gaat het dus werken? Hoe gaat het dus werken? Nou ja, mensen kunnen een formulier invullen, een donateursformulier, en aangeven voor welk bedrag wil jij je een jaar lang verbinden aan de Vrienden van Vrijthof. Dat kan al vanaf een tientje per jaar. Nou, wij denken wel eens, als we nou 1000 donateurs hebben en 1000 mensen die een tientje doneren, elk jaar opnieuw, dan hebben we elk jaar 10.000 euro. Ja. En daar kunnen we zoveel goede dingen voor doen. Ja. En natuurlijk kunnen we daar die binnentuin voor opnemen. Want even kort nog over die binnentuin. Het mooie effect van zo'n binnentuin is dat deze mensen daardoor ook vaker bezoek krijgen. En dat het bezoek langer blijft hangen. Want als je daar een mooie binnentuin hebt, met een moestuin, waar de mensen hun activiteiten hebben, dan zeg je al vaak, nou pa, nou ma, we gaan eens even die tuin in. Tuurlijk. En je komt tot een gesprek. En je komt tot impulsen. Dus en dat is het mooie van die binnentuin. Dus dat gaan we aanpakken. Maar die binnentuin is heel groot. Maar het gaat ook om kleine dingen. Het gaat ook om uitjes voor de mensen. Mm-hmm. We hebben afgelopen Fruitcorso een tocht gehad van bewoners van Vrijthof naar de mozaïeken. En wij stonden daar als stichting klaar met oliebollen, koffie en thee in de afloop. En dat was zo fantastisch. En dat heeft €60 gekost. Ja. Dus dan is €60 is geen groot bedrag, maar het maakt voor ons wel een wereld van verschil. Nou hebben wij onlangs samen een gesprek gevoerd. En dat was heel enthousiast, zoals je dat nu aan tafel, of eigenlijk altijd doet. Dat heeft ons geraakt. We hebben daar intern over gesproken. En we hebben besloten dat wij als StadsTV mediapartner worden van deze mooie stichting. Niet alleen maar voor de doneer en peeractie, maar eigenlijk permanent. Juist. Fantastisch. We hebben het een en ander op papier gezet, waarin we elkaar de do's en de don'ts, daarin beschreven staat. En het officiële moment gaat hartstikke mooi zijn als we dat nu gaan ondertekenen samen. Ja, dat is, we moeten natuurlijk wel zaken doen met elkaar. Zo simpel is zo dat. Werkt zo dat. Simpel is. Ja. Zal ik de eerste maar eens even gaan zetten? Ik vind het fantastisch. En wat gaat dit nu allemaal inhouden? Dat wij deze actie, de doneer en peer actie, blijven ondersteunen. Dat als er iets te melden valt over de stichting Vrienden van Vrijthof, dat we dat natuurlijk melden. Maar daarnaast gaan we een format ontwikkelen. Daar hebben we al wel over gebrainstormd, maar goed, dat moet toch uitgewerkt worden. Waar we mee een programma gaan maken op televisiesari, waar we geld mee gaan ophalen voor de stichting. En zo kun je natuurlijk van alles en nog wat bedenken. En daarmee gaan we samenwerken en laten we samen de zon wat vaker schijnen in Vrijthof. Nou, hoe mooi is dat? En hoe mooi kan je het maken, en ook voor de mensen thuis, die een formulier invullen en dat doneren in de hal van Vrijthof. Daar liggen de formulieren. Ze staan ook hier en daar in een huis-aan-huisblad afgedrukt. Knip het uit, stuur het op naar het antwoordnummer, allemaal gratis. Doneer een peer en laat die zon schijnen in Vrijthof. Gun deze mensen een extraatje, extra plezier. Dat is toch fantastisch om te doen. Je gooit een kwartje in bij die man en hij gaat gewoon. Hè? Fantastisch, ja, toch? Ja, ja. Ja, goed. Goed gezegd. Ja, het enthousiasme gezegd. Is zeer aanstekelijk, inderdaad. Nou, jullie zijn geweldig bezig. Is er nog iets wat jij hier aan toe kan voegen? Nou, Lucien, je heeft het zo prachtig verteld, maar het klopt helemaal. Wij gaan er met z'n allen volop voor. Het hele bestuur die staat erachter en we gaan er iets van maken, met z'n allen. Het gaat helemaal goed komen. En wij staan erachter. Geweldig. Heren, bedankt voor jullie komst. Jullie ook bedankt. Het bloemetje van deze week is aangevraagd door Angelo Grote voor zijn eigen vrouw Emanuelle. We staan hier op Passewaaij vlakbij haar huis en hij heeft een prachtige brief voor haar geschreven, waarin hij enorm
ja, over haar roemt. Emanuele is 9 jaar geleden naar Nederland gekomen. Heeft een hele korte tijd de taal leren spreken. Ze heeft leren fietsen. Ze kan fantastisch Nederlands en Italiaans koken. En ze zorgt met hart en ziel voor hun 12-jarige dochter. Nou, Angela heeft erg veel respect daarvoor. Nou zijn de afgelopen 2 jaar van Emanuele best zwaar geweest. Want 2 hele dierbare mensen zijn overleden. Te weten haar eigen schoonvader en daarnaast haar allerliefste tante die nog in Brazilië woont. Die eigenlijk altijd de moederrol voor haar heeft gehad. En ja, Angelo vindt dat ze een bloemetje verdient. En dat gaan wij geven. Hallo. Emanuele. Ja. Dat ben jij. Kom eens wel dichterbij. Ik heb een bloemetje voor jou. Oké. Okay. Die ga ik jou eerst even geven. Wij hebben namelijk een ontzettende lieve brief gehad van jouw eigen man. Waarin hij schrijft, ik ben zo dol op deze vrouw. Ze is 9 jaar geleden naar Nederland gekomen, zorgt met hart en ziel voor onze dochter. Daarnaast een 1000 poot in ons bedrijf. Oh. Ja, en je kan heel erg lekker koken. En hij heeft geschreven dat je de afgelopen 2 jaar best wel wat ellende te verduren hebt gehad met het verlies van je schoonvader en een tante van je. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Ja, en hij zei, zij verdient een bloemetje. Oké, nou, bedankt. Ja. Lief, hè? Heel lief voor hem, ja. Had ik echt niet verwacht. Nee, nou, geef ze een mooi plekje. Nou, bedankt. En nou goed, natuurlijk een hele dikke knuffel voor je eigen man vanavond, hè? Ja, dat ga ik zeker doen. Okay. Nou, bedankt, hè? Dit was weer een aflevering van Tiel aan tafel. Niet voordat we afscheid van u genomen hebben en Sari, dat we nog even verteld hebben hoe men een bloemetje kan bestellen voor iemand. Als iemand een bloemetje wil aanvragen, dan kan dat via onze StadsTV-app. Of men stuurt een mailtje naar info@stadstvtiel.nl. Of stap even binnen bij de winkel van Magiel Becker en gaat u hem daar persoonlijk even aanvragen met een formuliertje. En dan komt het allemaal dik voor elkaar. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Tiel aan tafel. Tot dan.